indien je wil weten welke datadoorvoer er door bepaalde interfaces van je MikroTik router wordt gestuurd, kan je dit gaan bekijken door middel van een tool die bij de MikroTik router is geïmplementeerd en deze noemt graphing. Je ziet hierop een screenshot die ik heb gemaakt, een mooie grafiek, en we zien hier ook de waarden, de maximum, de gemiddelde en de huidige waarde van de datadoorvoer. En we zien hier in dit geval maximum in, dat is dus de piek die ik gisteren heb gehad, dat is 27,48 megabit. Het gemiddelde per dag is 3,54 megabit. En de huidige datadoorvoer is 4,74 megabit. En dit kan je gaan bekijken zowel dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks. Dit kan je doen voor iedere interface. En in dit geval heb ik hier gekozen voor de interface 1. Hoe je dit moet gaan configureren op de MikroTik router wil ik je graag laten zien. We gaan naar de MikroTik router. En we gaan naar Tools, Graphing. Ik klik bij Interface Rules op plus. Bij Interface kan je kiezen tussen alle interfaces die op je MikroTik router zijn geconfigureerd, of je kan kiezen welke interfaces je wil gaan bekijken. Bijvoorbeeld, je hebt hier een, ja, kinderen en die zitten in een afzonderlijk netwerk. Je kan zeggen, oké, ik wil de datadoorvoer hiervan gaan bekijken. Daarom selecteer je bijvoorbeeld Bridge Child. Allowed adres, wat wil dat zeggen? Indien we naar IP services gaan, kan je ook gaan bepalen, bijvoorbeeld voor Winbox, welk toestel mag gaan inloggen op de MikroTik router. En dit is hier juist hetzelfde. Het wil zeggen van dit IP adres, en ik geef hierin 192.168.88.254.50 bijvoorbeeld. Dit toestel met dit IP-adres mag naar de graphing gaan, mag naar de website gaan, want het is een soort website. Maar je kan ook ingeven, goed, de volledige IP-range. Ik neem nu de volledige IP-range en ik klik op Apply en OK. En dus de Bridge Child, deze wordt nu in de graphing opgenomen. En we kunnen nog een interface gaan bijvoegen. Ik klik op plus. En ik ga hiervoor WAN bijvoorbeeld. Dat is ook wel interessant. En we gaan hier terug de IP-range geven. Vanaf deze IP-range mag er dus ingelogd worden 192.168.88.0/24. En ik klik op OK. Nu kan je dit gaan doen bij queue rules. Je kan hier alle simple queues gaan ingeven, noem maar op. Maar dat is hetzelfde configuratie dan hier de interfaces. Wat voor mij belangrijk is, als we naar graphing settings gaan kijken, wordt er iedere 5 minuten een opslag gedaan. Of je kan kiezen 24 uur of een uur. Goed, maar ik kies voor 5 minuten. Dus dit kan je ook doen. We zien hier resource graphs en je kan zeggen de CPU, de opslag en het geheugen van de MikroTik router, die wil ik ook graag gaan monitoren. We gaan even kijken. En je ziet hier dagelijks, wekelijks, maandelijks
en jaarlijks. Maar ik ga voor dagelijks. Hoe moeten we dit nu aanpakken? We gaan naar Resource Rules. En ik klik op plus. En ik ga hier gewoon zeggen van oké, deze is ook te bereiken op deze IP range. En ik klik op apply en oké. Zo. Deze wordt dus ook meegegeven met de graphing. We gaan even de browser erbij nemen. Dus we gaan de graphing interface gaan openen. En dit gebeurt hier op HTTP, niet HTTPS. En dit vind ik een zeer spijtige zaak. Waarom? Omdat bij gebruik van de poort 80, die staat voor de HTTP, wordt alle gegevens onversleuteld op het netwerk en ook op het internet verstuurd. Ja, ik moet daar geen tekening bij maken, want indien je nu vanaf het internet wil gaan inloggen op je MikroTik router om te zien hoe de graphing zich afspeelt, dan heb je toch wel een probleem. Maar ik ga hier nu als demonstratie dit op deze manier gaan tonen. Dus ik zeg HTTP. En ik zie hier 192.168.88.1, maar dit moet het IP-adres zijn van je router. Ik klik op Enter. En ik heb geen toegang, want misschien jij ook niet, indien je mijn tutorials gevolgd hebt van de beveiliging van de MikroTik router. We gaan even kijken wat we hier moeten gaan aanwijzigen. Dus ik ga naar de MikroTik router. Ik klik op IP. Services. En we zien bij IP services, ik geef steeds de raad, schakel deze allemaal uit wat je niet nodig hebt. En uiteraard ga ik de poort 80 zeker en vast gaan uitschakelen, want deze is zeer onveilig. Ik ga deze nu gaan inschakelen. En we gaan opnieuw proberen. En ik kan hier zelf zeggen van oké, er mag ingelogd worden vanaf dit netwerk hier. Dat is 192.168.88.0/24. Zo. En nu gaan we terug proberen. We gaan naar de browser. Ik ga hier refreshen. En we zien dat de MikroTik router soms redirect naar WebVig. Wat moet je hier doen? We gaan terug naar de browser. En die geeft in graphs. En je ziet de werkwijze. Zo. En we zitten hier bij de graphing. We zien hier het gebruik van de CPU, memory en de disk. En we zien hier de interfaces die ik heb geconfigureerd. Dus bridge chart. Hier is geen traffic op. Waarom niet? Omdat ik deze niet heb aangesloten. Dat is een demo. Maar je ziet de graphs werken. We gaan terugkeren en we gaan nu naar Ether 1, WAN. En je ziet dat alles werkt. Maar ik ben daar niet zo tevreden van, want wij moeten de poort 80 gaan openstellen voor de WAN. En dit is niet aangeraden. Wat ga ik doen? Ik ga hier een firewall rules gaan aanmaken, zodanig dat wij toch wat veilig zijn. Ik ga ervan uit dat je een router hebt privé en deze kunnen we dus gaan instellen dat toch alles binnen ons privé netwerk blijft. Laat ons even kijken hoe ik dit moet gaan aanpakken. Oké, wat gaan we nu doen? We gaan naar IP, firewall en dit is hier de default firewall. Daar maken we toch altijd gebruik van. Ik klik op plus. Wat ga ik hier gaan ingeven? Is dat input forward? Want
We gaan naar de router toe. Met graphing gaan we met de webinterface naar de graphing. Dit is input. En wat ga ik hier nu ingeven? Ik kan zeggen input, protocol, TCP en het destination adres. Is het adres van de router is 192.168.88.1. Destination port is 80. En wat kan ik nog doen? De interface list is de 1. Action drop. En ik wil dat toch loggen. Gewoon prefix port 80. En ik klik op apply. Ik ga eerst en vooral naar comment. Ik ga het anders opschrijven. Hè. Blok port 80 vanaf de WAN interface. Zo. Oké. Deze ga ik toch wel bovenaan gaan plaatsen. Oké, nu we deze rule hebben aangemaakt, gaan we even controleren of we nog toegang hebben. En we gaan hiervoor naar de browser. We zien hier, ja, ik heb hier ingelogd. Ik ga eerst en vooral naar de main page. En even springt. Dat is toch al veel waard. Hè? Dus ik kan nog altijd inloggen. Ik ga nu naar Bridge Child. En je ziet dat ik nog toegang heb. Goed, dus ik heb de poort 80 geblokkeerd. Zodanig dat deze vanaf de WAN niet bereikbaar is. Maar juist de poort 80 voor de MikroTik router. Dus als we naar de firewall rule kijken, zeg ik hier, als er een aanvraag binnenkomt naar het adres van de router met als TCP-poort 80 en deze is afkomstig van de WAN interface, deze moet onherroepelijk gedropt worden. Oké, dit was het voor deze tutorial. Ik ga hier nu niet te veel aan firewalling doen, want dit gaat hier over de graphing. Ik hoop dat deze tutorial informatief genoeg was en hopelijk kan je nu zien welke data doorvoer door je router gaat. Tot de volgende tutorial.